rust. Wij gaan de economie op orde moeten krijgen. En het defensieapparaat gaat hieraan moeten bijdragen. We zullen moeten bezuinigen. We zullen weinig investeren in de aanschaf van tactische middelen. Maar dit betekent geenszins het einde van de defensieorganisatie. We gaan de komende periode afrekenen met bureaucratie en oneigenlijke taken. De doorlichting van enkele afdelingen op kosten en baten is al begonnen. Zelfvoorzieningsprojecten als de kledingafdeling en ons project in Saramacca van Vrijburg gaan uitgebouwd worden. Dat zijn mooie projecten waar het leger bijdraagt aan kostenbesparing, uniformen voor onze mensen. We zullen transparant, eerlijk en verantwoord ondersteunen en daar waar nodig geld verdienen, binnen de kaders van de wet. Vestigen van het overheidsgezag in het binnenland en bijdragen aan meer veiligheid. Dat wordt de uitdaging de komende jaren. Jaarlijks zullen open deurdagen georganiseerd worden voor de jeugd. Per slot van rekening wordt alles betaald met belastinggeld. Het volk mag zien, voelen en horen waar hun geld naartoe gaat. En hier wil ik dit benadrukken, namelijk dat het leger haar taken uitoefent binnen het rechtsstatelijk bestel, binnen het democratisch bestel. Ja, die bijen houden van mij, wat moet ik eraan doen? Ik ben een honing. Maak je niet druk over die bijen. Ze zijn hier om me te beschermen. En als opperbevelhebber ga ik alles doen. Dit Nationaal Leger, uw persoon, militair, ongeacht jouw rang, geef ik u de garantie dat ik mij volledig zal inzetten om van u als leger en u als persoon een professioneel leger en een professionele militair te maken. En u gaat daarvoor alle ruimte krijgen. Met trainingen, nationaal, maar ook met regionale trainingen. We gaan weer het pad op van gezamenlijke oefeningen met andere legers in onze regio. Samen optrekken, samen trainen. Maar ook internationaal zullen we die bijdrage moeten leveren wat de internationale gemeenschap ook van ons zal vragen. Maar daarvoor moet die readiness er zijn. En dat zal de prioriteitspunten van mij zijn. Dat we van u een nationaal leger gaan maken dat van Suriname zal zijn. En dit leger zal niet behoren aan individuen. Dit leger zal niet behoren aan een politieke partij. Dit leger zal behoren aan de Republiek Suriname. Ik weet dat u geen makkelijke tijd heeft gehad. U zult weer een professioneel leger worden. U zult weer als u 's morgens opstaat en met trots naar het werk gaan. En er met trots zal er naar u gekeken worden. En niemand zal het gevoel hebben binnen het Nationaal Leger dat ze naar het werk gaan om als een wachter op te treden of als een beveiligingsman op te treden, van wie dan ook. U gaat werken voor Suriname. APPLAUS.